was echt hard werken hier. Ja? Ja, moest het kaartje eraf halen en moest er eigenlijk voor vechten. Er waren al 3 andere gegadigden voor de boom. Eindelijk die dure kunstkerstboom met veel korting kopen of je kar vol laden met kerstversieringen voor bijna de helft van de prijs. Kerstliefhebbers stonden vanochtend al ver voor openingstijd in een lange rij voor een groot tuincentrum in Duiven. Het is dringend om binnen te komen bij het tuincentrum in Duiven dat bekend staat om zijn enorme kerstafdeling. Lekker heus, vooral bij de dure kunstkerstbomen die nu met 40% korting worden verkocht is het druk. Het was echt hard werken hier. Ja? Ja, moest het kaartje eraf halen en moest er eigenlijk voor vechten. Er waren al 3 andere gegadigden voor de boom. Vechten om de kunstkerstboom? Bijna wel, ja, bijna wel. Ja. Ja. Maar we hebben hem. We zijn hartstikke blij. Veel klanten zijn op zoek naar dat ene bijzondere miniatuur kersthuisje dat ze nog niet hebben en dat niet meer op voorraad is. Dat mag nu uit de kerstshow gehaald worden. Ik ben gewoon ter plekke nu de huisjes eruit aan het halen. Ja, ja, hoort er allemaal bij, hè? Ja, zo ruimen jullie je kerstshow op. Ja, dat is elk jaar hetzelfde liedje en dat maakt het leuk. Ja? Ja. Is voor jullie ook een topdag? Ja, geweldig. Hier kijken we eigenlijk altijd naar uit. Deze staat heel leuk in het dorp. Heb jij thuis zo'n kerstdorp? Ja. Ja? Ja. En hoeveel huisjes zitten er al in? Nog niet heel veel. En zo blij als hij is met zijn pizzabakker, is iemand anders dat met een groot hert voor in de tuin. Hij stond in het schap, maar ik heb nog gezegd, ik zeg, trek hem er gewoon uit. Dus hij ging mee. Nou staat hij op de kar. Tot vreugde van het personeel dat zo min mogelijk spullen wil opslaan. Showmodellen eruit, dat is heel veel werk altijd. De kunstkerstbomen weer in een doos doen, nou dat doen de klanten vandaag voor ons. Nou nog een begin zoeken.